Goedendag en welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we niet heel goed, maar er is veel lage bewolking. En vanuit het zuidwesten komt ook wat hogere en dikkere bewolking onze kant op. En daaruit vallen buien, of het zijn zelfs buiengebieden die overtrekken. Vanochtend is het een graad of 6 en er staat ook nog een stevige zuidwestenwind. Aan zee is die stormachtig, windkracht 8. Maar in de loop van de dag gaat de wind wel geleidelijk aan afnemen. Verder schijnt dan af en toe ook de zon. We hebben dus te maken met een aantal buien en dat wordt vanmiddag zo'n 6 tot 8 graden. Vanavond neemt de buiigheid langzaamaan af, zijn er zijn een paar opklaringen en de temperatuur daalt dan tot een graad of 5. Morgen overdag ziet het weerbeeld er wat beter uit dan vandaag. Er is veel bewolking en verder kan er wel een enkele bui vallen, met name in het zuiden en westen van het land. Maar er zijn ook genoeg droge momenten. Het wordt 7 of 8 graden en er staat een matige, misschien aan zee nog vrij krachtige zuidelijke wind. Dinsdag, woensdag en donderdag blijft wisselvallig weer. Vooral dinsdag en woensdag schijnt ook af en toe de zon. Maar donderdag is het overwegend bewolkt en gaat het flink regenen. Dan gaat de temperatuur ook weer omhoog naar zo'n 8 tot 10 graden, en er staat weer een stevige wind. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.